jullie hebben natuurlijk alle reden om blij te zijn, ja, want er is een nieuwe single en een nieuwe clip. Turn the Tide 2010. Is dat dan ook eigenlijk hetzelfde nummer of hebben jullie er iets aan veranderd? Het is hetzelfde nummer. Het is hetzelfde, maar helemaal anders. Maar helemaal anders. Vertel. Ik snap het niet. Ik zal het hier tekenen. Dat komt wel vaker voor, hoor. Is dat dit? Ja. Graaf zijn. Ja, we hebben veranderd. Eigenlijk alles. Sylvie heeft terug ingezongen. We zijn terug van nul begonnen. We hebben alleen de song gehouden en geprobeerd om zo 2010 te laten klinken. Oké. Omdat dat was onze grootste hit en we dachten, nou, 10 jaar. Ja. Het is exact ook 10 jaar geleden eigenlijk, hè? Ja. Net dat jullie die, en was dat eigenlijk ook jullie grootste hit tot nu toe? Vinden jullie zelf? Of jullie favorieten? Of ja? Ja, toch een van de favorieten, denk ik. Hè. Ja, exact. De zomer van 2000 hebben we 3 weken op nummer 1 gestaan. Maar jullie noemden zichzelf daar ook niet? Jullie, dat was een andere Liquid? Nee, Sylvie en featuring... Het was niet Silver dat jullie toen heten, hè? Nee. Hoe kwam dat eigenlijk? Omdat we daar niet mee bezig waren. Wij wouden eigenlijk niks doen. Wij wouden geen groep worden. Dat was gewoon jullie puur voor de fun. Wij wilden dat helemaal niet. Nee. En dat liedje, dat werd ineens een hit. En iedereen begon je uit te nodigen en fus. Ja. En dan moeten we een naam hebben en dan moeten we een podium gaan staan. En 10 jaar later staan we dus nog. Jullie hebben nu een nieuwe single. Jullie gaan nu ongetwijfeld heel veel toeren. Ik heb gezien dat er tot en met november... Ja. Heel wat op het schema staat. Dat in de agenda staan, wordt dat dan weer minder tijd voor de familie? Voor de... Ja, familie, die hebben mij sowieso al laten vallen. Had het testament geschrapt. tot in het najaar, oktober, november, en dan is het weer en dat is ook CD maken. Clubs en festivals, hè, beide. Dus nemen jullie dat anders, pakken jullie dat anders aan? Nee. Om op te trainen? Nee, want we hebben echt al voor 10 man, en, maar echt letterlijk voor 10 man. De communiefeestje. Of voor 10.000, maar ja, op de communiefeest. Dat is wel leuk, toch? Ja, en dan zie je zo die communicant van voor zo en daarachter de bomma en de bompa zo. Ze gaan alleen te stoppen dat hij blij is. Ja. Dat het niet was stop met zagen. Ja. Zeg, en gaan jullie ook terug toeren in China of zo? Want jullie zijn daar heel populair. Ja, of kunt je Noor niet missen? Ik zie Sylvie al kijken van nee, ik wil niet meer. Ik lust dat eten daar niet. Ja, ik vind het... Het is China, we moeten echt minstens voor 3 weken naartoe gaan. Ja. En ik als mama, dat is niet zo makkelijk. Ja. Dus doe dat liever niet dan wel. Ja. En vorig jaar hebben we veel China gedaan en weinig optredens in België. En nu, je moet echt zo... Ja. En missen ze jullie daar dan nu al niet van? Kom terug, Silver. Ja, maar dat is goed, hè? Ik denk dat niet zo. Ik denk dat niet, maar jongen toch, positief zijn. Chinezen, joh, die zijn allemaal genoeg. Of willen jullie nog ergens anders gaan toeren in een ander land? Of is er iets waarvan je denkt van, oh, dat zou ik nu wel eens leuk vinden? Ja, is iets warm, hè? Ja, ja, mag wel. Ja. China, is dat niet warm dan? Ja, nou, van onder, maar van boven niet. Allee, bedoel. Ja, aardrijkskunde. Jongens.